Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Goedenavond allemaal en er zit een haar voor mijn gezicht. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is voor mij vandaag zondag. Het is 1 september. En het is zondagavond. Het is om precies te zijn 9 uur. Het is precies 9 uur. Ik heb net gedoucht en me eigen een beetje opgefrist en gedaan. Want morgen is het zover. Morgen is officieel mijn vakantie voorbij. En morgen ga ik officieel beginnen aan mijn derde jaar. Mijn laatste jaar. Mijn jaar stage. Mijn laatste jaar stage. En mijn nieuwe stageplek. Morgen staat behoorlijk wat op de planning, als ik me heb begrepen. Ik moet morgen om 9 uur moet ik in Portugal zijn. Daar verzamelen alle leerlingen die bij Argos gaan stage lopen. Die moeten zich daar verzamelen. Dan krijgen we een soort introductie. En daarna, dan ga je naar je eigen stageplek toe. En daar word je dus waarschijnlijk rondgeleid. Dan krijg je alles te zien en te doen en bla bla. Dus ja, het is heel wat. Mijn camera wil niet echt focussen. Ik snap niet waarom. Nu wel. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben op zich niet zenuwachtig. Ik ben niet nerveus. Ik heb er voornamelijk gewoon heel erg veel zin in. Ik heb eigenlijk vandaag de dag gespendeerd met alles klaarmaken en alles bij elkaar zoeken voor stage. Mijn tas is ingepakt. Die staat daar al helemaal klaar. Mijn kleding hangt klaar voor morgen. Mijn make-up tasje staat klaar om morgenochtend mijn make-up te doen. Ik heb mijn eten klaargemaakt. Ik heb mijn flesje drinken in de koelkast gezet. En eigenlijk ben ik helemaal ready voor morgen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik heb er heel veel zin in. Maar ik ga nu lekker slapen. Ik moet morgen om 7 uur op. Tenminste, ik ga nog niet slapen. Ik ben een paar morning routines aan het kijken om een beetje in de spirit te komen voor morgenochtend. Want ja, het is even andere koek dan gewoon lekker 9 uur opstaan en dan lekker op je gemak je dingen doen. Dus ja, het gaat beginnen. We gaan eraan geloven. Ik ga slapen. En ik zie jullie morgenochtend. En ik ga jullie deze week gewoon lekker meenemen. Wat er allemaal in mijn eerste week stage gaat gebeuren. Het is voor mij spannend. Maar ik denk voor jullie ook wel een beetje. Goedemorgen allemaal. Ik ben helemaal klaar. Ik loop hier de boom ver. Ik ben helemaal klaar. Ik ben aangekleed. Mijn make-up is gedaan. Ik heb het vrij normaal gehouden eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn. Ik ga zo nog wat op mijn lippen doen, want thuis zit allemaal concealer op mijn lip. Ik ga ontbijten. Ik heb mijn spullen al gepakt. Ik heb alles eigenlijk al gedaan. Dus ik ga even ontbijten en daarna dan gaan we weg. Ik werd net gebeld door mijn pa. Die zat helemaal van, oh je succes en hè, doe je best. En laat een goede indruk achter. Ja, ja, I know. Ik zal het doen. Ja, ik heb er voornamelijk gewoon even zin in. Ik ga een beetje chocolade drinken en een kopje koffie. En even een beetje ontbijten. Ik heb niet zo heel veel honger, maar goed, ik moet wel wat eten. Dus ja. Jongens, het gaat nu echt beginnen. Het is maandag. Let's go. Goed, het ontbijtje is gemaakt. Ik heb lekker een kopje koffie. Een beetje mee wakker te worden. Ik heb een grote beker met chocolade. En ik heb lekker brinta met appel als ontbijt. Dus dat ga ik lekker allemaal even opeten. Ondertussen ga ik mijn social media even checken. En wat appjes die ik vannacht gemist heb. En dan ga ik zo weg. Ik heb nog ongeveer een half uurtje. Dus ja, ik begin het nou wel een beetje te merken. Dat het nu eindelijk weer zover is om weer aan de bak te gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben inmiddels op het tussenwater. Ik ben uitgestapt. Oh, de meeste waar ik eigenlijk mee doorging naar Portugal. Want Chantal heeft namelijk ook haar introductie op haar eigen stage. Ik ga nu namelijk naar haar stage toe. Daar heb ik een introductie van 9 tot 11. En daarna moet ik op eigen houtje naar mijn eigen stageplek. En daar ben ik dan tot 4:30 vandaag. Dus het is even wachten op Chantal. Ik ben benieuwd waar ze gaat zijn. Ik loop eventjes richting de kant op. Ik hoop dat ik er zo zie. Ik ben heel benieuwd, ik hoop het. Dus ja, we gaan zo met z'n tweetjes op wat naar de introductie. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.
ben heel benieuwd naar verhaaltjes en regeltjes die we te horen krijgen. Even kijken, over 4 minuten komt er, of 1 minuut komt de metro. Dus dan wacht ik even op Chantal hier, die komt zo hier naar beneden. En dan gaan we nog een stage. Ik heb er echt heel veel zin in, ik ben heel benieuwd. De eerste indruk is altijd belangrijk. Goed, ik ben inmiddels thuis van stage. Ik heb verder niks gefilmd, maar ik heb wel een superleuke dag gehad. Vol informatie. Iets wat ik eigenlijk ook totaal niet had verwacht. Ik had verwacht dat ik namelijk op een dementerende afdeling ging en dat gaat dus niet. Ik zit nu namelijk op een somatiek afdeling en dat is eigenlijk mensen die lichamelijke beperkingen hebben. Wat ik dus niet had verwacht. Dus daar teleurstelde me in eerste instantie heel erg. Ik dacht van, nee, waarom? Maar uiteraard ben ik na het introductie ben ik naar mijn eigen stageplek gegaan. En eigenlijk vrijwel ging het daar allemaal voor zich. We kregen een rondleiding. Er werd informatie verteld. We hebben ons rooster gekregen. We hebben sleutels gekregen. En eigenlijk was dat alles. Ik heb in de middag een beetje met bewoners gepraat. En een beetje verdiept van joh, hè, hoe zit het allemaal? Hoe werkt het allemaal? Morgen ga ik mijn allereerste echte dagje draaien. Dus ik ga zo ook lekker op tijd naar mijn bed. Want morgenochtend moet ik om 6:30 opstaan. Om 6:45 daar te zijn. Dus ja, ik ga lekker slapen. Ik heb in ieder geval echt een superleuke dag gehad. Sorry dat ik niks ertussen heb gefilmd. Of dat ik aankwam of zo. Maar ik was met een andere stagiaire die bij mij in de klas zit. En ja, zij weet niet dat ik vlog. En ik denk dat het ook niet zo heel fijn vindt. Dus ik denk, weet je, dat laat ik allemaal wel. Ik ga gewoon naar binnen en ik ga kijken hoe of wat. Maar ik neem jullie morgenochtend wel heel eventjes mee. Dus ik zou zeggen, ik ga een bedje in. Ik heb mijn kussen afgehaald. Ik ben heel even gaan een YouTube video aan het kijken op mijn telefoon. En ik ga zo lekker slapen. Ik ben in ieder geval al lekker omgekleed in mijn pyjamaatje. Ik heb het vrij koud omdat de fan de hele dag kaart aan heb gestaan. En het raam stond open. Dus ik heb het best wel fris. Dus ik heb een shirtje aan met 3/4 mouwtjes en een lange broek. Want ik heb het best fris. Dus ik ga lekker op mijn bedje induiken. Ik heb mijn gezicht net lekker make-up eraf gehaald. Dus ja, ik ga mijn bed in en ik zie jullie morgenochtend vroeg. De eerste echte vroege ochtend. Morgen is het echt de hele dag. Ben benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels dinsdag. Ik ben opgestaan. Ik ben wakker. En ik moet zeggen dat het echt eventjes slikken is. Dat ik denk van, nu merk je wel dat het heel vroeg is. Maar ik vind het nog op zich te doen. Ik vind het meevallen. Ik haal even mijn lunch en mijn fruit uit de koelkast. Want ik ga ontbijten. Die moet er ook uit. Ja jongens, het is nu echt. Nu merk ik pas echt dat het heel vroeg is. Ik ga even ontbijten met wat muesli, wat melk en een kopje koffie. En dan gaan we zo meteen weg. Ik heb wel de mazzel dat mijn vader me weg kan brengen. Dus dat is heel fijn. Dan hoef ik niet om 6:50 al weg. Dus ja, let's go. Ik ga mijn dingetje klaarmaken. Goed, het wordt al langzaam licht. Dag 1, ik loop zo de S binnen. Oh, ik ben zo benieuwd. Mijn pa die gaat me even tanken, daar zo. En ik ga hier zo naar binnen, mijn eerste officiële dag. Ik ben heel benieuwd. Hier is het. De S. We gaan naar binnen jongens, mijn eerste dag. Ik zie jullie vanmiddag. Oké, goed. Ik ben nu dus thuis voor mijn allereerste officiële lange stagedag. En ik moet zeggen, het valt me hartstikke mee. Ik had echt verwacht, na alle verhalen die ik heb gehoord over mijn stageplek, dacht ik, oh god, waar ga ik in terechtkomen? Is dit wel leuk? Wil ik dit wel? Nu mijn eerste dag gehad te hebben en echt een goede eerste indruk te hebben, bevalt het me wel goed. Ik ben heel erg tevreden. Ik vind het hartstikke gezellig daar. Ik kan me goed vinden met alle collega's tot nu toe. Ik heb echt een hele goede eerste indruk. En daar ben ik heel blij om. Ik heb het naar mijn zin gehad vandaag. Er waren wel heel wat momentjes dat ik dacht. Wat moet ik nu gaan doen? Heb ik nu wel iets te doen? Dus ja, het was voor mij heel erg wennen. Dat ik dacht van, er zitten nu heel veel momenten in mijn stage. Dat ik echt denk van, oké, en wat ga ik nu doen? Er is niks te doen. Dus dat vond ik heel erg wennen. Voor de rest. Eigenlijk een hele goede en toffe dag gehad vandaag. Ik ben niet heel erg mega moe thuis gekomen. Ik heb
vanmiddag heel erg veel gestort op het lezen van de dossiers van de bewoners. Om me daar heel erg in te gaan verdiepen. En ja, toen was het 3:30 en kon ik naar huis. En ik ben inmiddels al een tijdje thuis. Het is inmiddels 7:15. Ik heb net avond gegeten. Ik heb mijn spullen net helemaal klaargepakt. Want morgen moet ik met de bus en met de metro. Want mijn vader heeft me vanmorgen afgegooid, wat super lief was. En nu dan, morgen moet ik dan zelf, omdat mijn vader heel vroeg weg moet. Dus dat is ook geen probleem. Morgen moet ik gewoon 6:10 de deur uit. Of 6:15 de deur uit. En dan de metro en daarna de bus in. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan kom ik 7:20 kom ik aan. Het is wel vroeg, anders kom ik 7:05 aan. Dat vind ik dan weer heel kort, zeg maar, om zo te zeggen. Dan val je echt op de valreep, kom je dan binnen. Dus daar heb ik ook geen zin. Dus ik ga gewoon lekker op tijd. Het was vanmorgen ook 1 kwartier te vroeg. Dus dat maakt het uit. Ik kan beter te vroeg dan te laat zijn. Dus ja. Ik heb alles klaargelegd. Ik heb mijn outfit vanmorgen klaargelegd. Tassen ingepakt. En alles is helemaal ready. Ik ga zo heel even mijn make-up van mijn gezicht halen. Het kleine beetje wat erop zit. Er zit bijna niks op. Maar goed, het gaat om het idee. En dan, ja. Dan gaan we morgen naar stage. En voor het eerst met de metro en de bus morgens vroeg. Die kant op. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat. En ja, ik ga lekker slapen. Nog niet nu, maar ik ga wel op tijd slapen. Ik ben best wel moe. En ik wil gewoon aan mijn rust komen. Want morgen wordt denk ik een nog drukkere dag. Want dan ga je waarschijnlijk iets meer dingen doen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga lekker op tijd slapen. En ik zou zeggen, ik zie jullie morgenochtend vroeg. Heel vroeg. Mijn wekker gaat 5:30. 6:30. Niet 5:30, 6:30. Goedemorgen allemaal. Ik ben wakker. Ik ben aangekleed. Ik ben opgemaakt. Ik zit aan de koffie. Ik ga even mijn make-up een beetje doen. Mijn haar een beetje fatsoeneren. En dan ga ik zo de deur uit. Het is net 5:30 geweest. En ik heb echt heel erg nageslapen. Ik ben elk uur ben ik wakker geweest. Dat is echt vreselijk. Ik begon om 10:50, toen werd ik wakker. Toen dacht ik, ah, gaat mijn wekker zo af? Dus toen keek ik en toen dacht ik dat het 11:00 was. Iets over 11:00. Ik denk, nee. En vervolgens werd ik 12:00 wakker. 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. En toen dacht ik, oh my god, ik ga moe. Mijn wekker gaat zo. Toen dacht ik, bleef liggen. Ik denk, oh nee. Maar toen ging mijn wekker en toen ben ik eruit gegaan. Vreselijk. Vreselijke nacht. Ik ga mijn spulletjes pakken. Ik heb een zwart topje aan, een zwarte broek, dit witte shirtje, mijn Vans. En ik ga een beetje make-up doen en dan ga ik zo de deur uit. Ja, vreselijke nacht gehad. Echt, ik ben zo moe nog. Ik ben op de een of andere manier heel erg verkouden elke ochtend. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja, ik ben in ieder geval wel helemaal klaar nu. Ik heb nog een klein beetje koffie bijgeschonken. En ik heb een banaantje, want ik eet 's morgens niet echt brood en al die dingen. Dat krijg ik niet erg weg. Dus ik eet 's morgens een banaan en dan 10:00 dan eet ik iets van een broodje. Als ik er trek in heb, anders eet ik nog 10:00 wat fruit en dan eet ik gewoon 12:00 brood. Dus ik heb alles bij me. Ik ben heel benieuwd, want vandaag schijnt er ook lesmiddag te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Het is inmiddels precies 6:00 als ik het goed heb. Oh, het is zelfs 5:00. Die klok loopt voor. Dat is fijn. 5:06. Dus ik heb nog ongeveer 1 kwartiertje over. En dan ga ik de deur uit. Dus even wennen. Tenminste, het is niet wennen. Maar omdat ik zo raar geslapen heb vannacht, denk ik echt van, hè? Hoe kan dat nou allemaal? Weet je, wakker slapen. Dat is echt zo irritant. Maar goed, ik ga eventjes mijn banaantje opeten. Mijn koffie opdrinken. En dan ga ik zo op mijn gemakje lopen naar de metro. En vervolgens de bus pakken. Goed. Ik stap letterlijk nu de deur uit. Oh, fuck. Ik vergeet de helft. Kut. Oké. Nu kunnen we gaan. Ik vergat mijn heuptasje. Er zit mijn sleutel en alles in. Het was ook niet zo fijn, maar goed. Ik ben nu onderweg. Het is wel een beetje licht aan het worden. Dat vind ik wel fijn. Maar ja, we gaan dit keer wel voor het eerst zelf richting stage. Maandag was het natuurlijk later. Gisteren ben ik gebracht door mijn pa. Dus we gaan kijken of alles goed gaat. Ik ben heel benieuwd. Let's go. Ik zeg trouwens ook echt te veel let's go. Dan moet ik ook eens mee gaan stoppen. Let's go.
goed, inmiddels uit de metro. Ik zit op de bus te wachten. Duurt nog 9 minuten. Ik heb trouwens mijn Rolls Royce jasje van mijn pa aan. Die is dan te klein geworden, dus die heb ik nu aan. En het is super lekker warm, het is echt een heel chill vast. Ja, wachten op de bus jongens. Ik ben het niet heel erg gewend om zo in één keer weer zo vroeg bij een bushalte te zitten of te staan. Maar ik vind het ergens ook wel lekker. Focus alleen niet, het is ook voor de camera veel te vroeg. Maar ja, in ieder geval ben ik heel benieuwd. Ik denk dat ik wel heel vroeg aangekomen nu, maar ja, liever dat ik daar nog eventjes 10 minuten kan zitten, 10 minuten kwartiertje, dan dat ik, dan dat ik heel laat aankom en dan ook gelijk nog iets moet gaan beginnen. Kijk, ik kan zo gewoon lekker op mijn gemakje nog even naar de wc en even mijn ding doen en even nog op mijn telefoon. Het kan straks allemaal niet meer. Dus ja, ik ben eigenlijk wel erg tevreden. Ik ben een beetje aan het wakker worden eindelijk na een hele rotte nacht. Maar ik zei tegen mijn pa daarnet ook al, we hadden hem even gebeld. Ik zei ook al, ik zeg, ik ga vanmiddag gewoon eventjes een half uurtje liggen. Dan ben ik gewoon bijgetankt en dan kan ik vanavond ook gewoon opblijven. Anders lig ik gewoon vanavond weer om, wat zal het zijn, 9 in mijn bed. Ja, daar heb ik ook niet zo heel veel zin in. Ook elke avond. Kijk, met stage snap ik het wel, want ik wil om mijn rust komen, want ik moet 4:15 op. Maar ja. Ik moet zeggen jongens, de eerste week stage, ik had verwacht dat die heel zwaar zou vallen. Maar ik vind het meevallen. Ik vind het echt meevallen. Kijk, nu doe je natuurlijk nog niet zo heel veel. Je loopt voornamelijk gewoon heel veel mee. Maar straks is dat gewoon anders en is dat gewoon klaar. En dan ga je zelf je ding doen. En dat vind ik ergens ook wel heel erg fijn. Maar dan merk je pas hoe zwaar het ook weer was. En natuurlijk een compleet andere afdeling, compleet andere instelling. Dus ik moet alle regeltjes nog een keertje opnieuw gaan leren. En ik heb genoeg te doen. We hebben vanmiddag dus een leermiddag. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ze zeiden wel dat we daar ook nog extra opdrachten voor krijgen. Maar toen dacht ik me echt van, hallo, zijn ze gek geworden. Want ik heb nog eigen opdrachten. Ik heb nog genoeg andere dingen te doen voor mijn stage. En dan gaan ze nog eens extra opdrachten geven. Dus ja, daar zit ik nou niet heel erg op te wachten. Maar in ieder geval, ik ga onderweg naar mijn stage en daarna dan gaan we zien hoe de dag gaat verlopen. In ieder geval ben ik goed aan het wakker worden, dat is wel fijn. Het is ook wel lekker om 's morgens echt lekker zo, eventjes op pad te gaan naar je stage. In plaats van dat je gelijk in een auto, in een warme auto daar aankomt, uitstapt en er weer naar binnen gaat. Dus ja, it is what it is. Ik ga zo de bus in. Goed, inmiddels is mijn eerste week. Het is mijn eerste week, maar mijn derde dag, soort van, is voorbij. Ik ben klaar. Het was een superleuke dag vandaag. Echt veel gedaan. Mensen ook alleen al gedaan, dus daar ben ik wel heel blij om. Eigenlijk dat het zo snel in één keer gaat. Jij bent derdejaars, waarom niet? Je kan het al. Ja, ik had dus lesmiddag vandaag. Die ging dus niet door, want de docenten is niet komen opdagen. Het was hartstikke fijn. Ik heb de hele middag zitten wachten. En de docent kwam niet opdagen. Dus dat vond ik wel een beetje vervelend. Maar voor de rest was alles gewoon prima. Een leuke goede dag gehad vandaag. Wel echt back-off. Ook omdat ik vannacht niet goed heb geslapen. Dus ik denk dat ik zo heel even ga liggen. Ik ga ook wat eten, want ik heb nog niet echt normaal geluncht. Het enige wat ik vandaag op heb was een banaan om 10:00. Een banaan als ontbijt. En dan vervolgens om 12:00 een bakje druiven en een appel. Want ik had geen zin om brood mee te nemen. Maar dat is achteraf niet slim. En ik had ook geen geld bij. Dus ik kon ook niks halen daar in de cafetaria. Dat is wel lekker. We kunnen daar gewoon lekker in de cafetaria gewoon broodjes, kroket halen en al die dingen. Maar ik had geen geld bij. Dus dat is een beetje dom. Dus ik heb vandaag geleefd op een appel en een paar druiven. Dus ik heb honger. Ik ga zo eventjes een broodje maken. En mijn sleutel zo uit mijn tas vissen. Morgen ben ik vrij. Vrijdag ben ik ook vrij. Dus dat is allemaal wel lekker. Dus ja. Ik heb een mooi dagje vandaag gehad, moet ik zeggen. Ik ging om 4:15 de deur pas uit. Dat er nog iemand naar het toilet moest. En iedereen was in één keer aan het overdragen. Dus hup, doen jullie het maar. Dus dat hebben we maar even gedaan. Ik draai mijn hand daar niet voor om. Maakt me niet zo uit. Maar ja. Helaas. We hebben er wel weer even voor gebruikt. Maar ja, een kwartiertje later de deur uit. Maakt ook niet uit. Als je het leuk vindt.
goed. Ik vind het de hoogste tijd om even te gaan liggen. Ik ben moe. Ik heb buikpijn. Oh. Eventjes niet slapen 's nachts. Oh, ik ben helemaal kapot dan. Echt vreselijk. Ik ga even slapen. Even mijn ogen dicht doen. Ik ga zijn wekker zetten. Kijken wanneer ik wakker word. En daarna dan ga ik lekker eten. Het is 5 uur nu, maar ik heb toch nog geen heel veel trek. Ik heb net even gauw iets gegeten. Dus heel veel trek heb ik nu niet. Dus ik ga zo gewoon lekker wat later eten. Maar ik ga eerst even mijn ogen dicht doen, want oh man. Deze ogen vallen bijna dicht. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben wakker. Ik heb echt ervan genomen om even lekker uit te slapen. Dat was ik echt nodig. Het is inmiddels 9:50. Ik ben om 8:50 wakker geworden. En eigenlijk nog niks gedaan. Ik ben al 40 minuten aan het wakker worden. Ik ga zo naar beneden. Ik ga zo even ontbijten, koffie drinken en mijn dingetje doen. En dit doe ik zo ook. Deze vlog editen. Mijn eerste week staat dus goed verlopen. Het is echt mooi verlopen. Het is echt naar mijn zin verlopen. Dus dat is fijn. Hoe de komende weken gaan lopen, gaan jullie allemaal zien. Maar ja, mijn eerste week zit er dus op. Ik bedank jullie voor het kijken. Vonden jullie het nou een leuke vlog? En vonden jullie het leuk om precies te zien wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gevoeld deze week? Let me dan know in de comments. En doe natuurlijk ook even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel erg snel volgende week bij een nieuwe video. Doeg! Mwah. Dit gaan leuke 30 weken worden.